Vandaag zou ik wel willen beginnen met een mooi gedicht of zo, maar ik ken geen gedicht uit mijn hoofd. Dus we gaan gewoon beginnen met het openen weer van een doos, doos 45. Welkom bij Dutch Biblio. En op de achtergrond zie je de Gaudi op ontdekkingsreis, terwijl ik de doos openmaak. En wat ga ik hier vinden? Een heel bijzonder boek, het Trouwalmanak Nieuwsgids 2004. Allemaal wetenswaardigheidjes van mensen die overleden zijn in 2004. Wie kent er nog? Milos Milutovic, een Servische ex-voetballer. Ja, ja. 2004 was dat. En wat is er nog meer gebeurd? Antirookbeleid is ingevoerd. Op 2005. Dat was ook een hittegolf zo te zien. Kortom, alles wat je wil weten over 2004 staat hierin. En dan, Bijbel volgens Nicolaas Patsier. Eens kijken, ja, dat is allemaal veel leeswerk. Dus meneer Patsier, ik denk dat ik deze ook zag. En dan, een dikke boek van meneer Wiesendaal Simon. Elke dag een gedenkboek over het Joods lijden. Kijk, elke dag 16 februari. Kijk eens wat we vandaag hebben. 14 februari 1943. De SS vermoorden in Kosov, Lubin, 1800 Joden. Dat is in 1943 gebeurd. Daar kan je wel even bij stilstaan natuurlijk. Hè? Goed. Joods dagboek. Elke dag gebeurde er wel wat. Het zijboek van Trouw, wat is dat nou weer? Tips voor e-mailers, briefschrijvers, islamitische termen, juridische termen, aanwijzingen voor vertalers aan Engels, Engels, alles en nog wat. Insufficiëntie, belastingdruk, nou, van alles en nog wat om een goede brief te kunnen schrijven. Nou, tegenwoordig is dat niet meer nodig, want we doen alles toch mondeling en via het korte taaltje van Twitter en zo. Klein republikeins handboek. Je ziet, er was een tijd dat het heel interessant was om Nederland een beetje meer republikeins te maken in plaats van de monarchie. Maar op dat moment hoor er niet zoveel meer van. Een biografie van God of zoiets. Geen idee. Staat er wel. Ja, God, een biografie. Ja, zo heet hij het. Dat betekent een keerpunt in de geschiedenis van de Bijbelstudie. Kortom, schijnbaar nieuwe denkbeelden en ideeën over God. Dan een klein niemendalletje over fietsroutes in Nederland. De Zandhagedisroute. Ik zag hier ook al de Zeearendroute. En de Otterroute. Je wil steeds weer fiets afstappen, als je dat wil zien. De tijdgids van meneer Overwater. Gregoriaanse kalenders van voor en na, de Liliaanse kalenders, de paasdagen, oh, kijk, allemaal uitrekenen wanneer Pasen is. Kortom, zo'n boekje waar je extra iets aan kan hebben als je geen computer hebt. Genesis als ethiek, verhalen uit het Bijbelboek Genesis over de ethische vragen van vandaag. Dus dat is allemaal een link gelegd worden met de Bijbel en de hedendaagse tijd. En dan hebben we weer een kalender op zoek naar de tijd met David Ewing. Niet te verwarren met J.R. Ewing of Bobby Ewing, want die hebben hier niks mee te maken. Kennen jullie nog wel, J.R. Ewing en Bobby Ewing? Dat is van die tv-serie over die oliefamilie. Maar dit gaat heel ergens anders over. Ook een beetje, ja, geen idee wat het over gaat, over kerk of zo. Magische jaartallen. Nou. Dan Erasmus, Lof der Zotheid. Het is wel weer, dat is zijn boek, Lof der Zotheid. Ik heb het zelf nooit gelezen, misschien wordt het toch eens tijd. Zendo en de Schildpad, denken als grote filosofen. Een filosofisch boek neem ik aan over Kippen van Bacon, toekomstvoorspeld. Nou, misschien wel leuk.
En dan Agent Orange. Elke Pries Bernhard. De schavuit. Althans, ik vind het de schavuit. Ik heb niks met die man. Dus ik denk dat hij vlak voor de oorlog een keuze heeft gemaakt. Zal ik bij de geallieerden gaan zitten? Dan moet ik trouwen met die van Stolberg. Of ik ga achter Hitler aan. Ja, dan moet ik daar die doen. Maar ik denk dat hij goed gekozen heeft. Hij heeft de geallieerden gekozen. Maar goed, hij laat gegroeid tot een held. Maar ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat hij zijn eigen leven heeft geleid. Zonder een per ongeluk held geworden is. Allemaal boekjes over onze grote vriend Bernhard. Ik weet niet hoeveel er zijn, maar ik heb er een stuk of 80. Er is nog meer. Agent Orange. Nog eentje. Ik ga ze niet allemaal laten zien. We geloven het wel. Nogmaals, ik heb niks met die man. Het begon in 1933. Een boekje over Westerbork. Dat is, laat eerlijk zijn, toch veel triester allemaal. Nee, de dorpenkamp. Westerbork in Nederland. Waar veel Nederlanders en Joden vooral Nederland verlaten hebben en nooit meer terug zijn gekomen. Het nest met de rest. Over. Geen idee. Over frietkotten en friethuizen en dat soort dingen. Geen idee wat over gaat. Spreken is goud. Ik dacht dat te spreken. Maar nee hoor, ja, goed zoiets. Hè. Geen idee. Spreken is goud in ieder geval. Over toespraken. Over toespraken van bekende Nederlanders. En welk paradijsje maken voor je tuin? Daar heb je dit boekje voor nodig. Kijk. Nestjes maken en zo. En dan komen er allemaal kleine leuke vogeltjes. Je tuin. En dan hebben we hier een boekenwijsheid. Een jubileumuitgave van het tijdschrift Kook. Nou, of zoiets. Filosofische notities over boeken, lezers en schrijvers. De kalenderalmanak voor de astroloog. Altijd handig, dat scheelt je een hoop. Rekenen en zo. Kijk eens aan, dat is wel mooi dit. Kijk, dit scheelt dan in. Kun je dit allemaal grafisch uitzoeken. Dat is een puur natuur van Leeuwen de Vries, van de natuur, ook naturalisme van toen en nu. Leeuwen de Vries heeft alleen maar van dit soort boeken gemaakt, van overzichten, van alles en nog wat. Dit zijn specialiteiten. Het lijkt wel meneer De Leij, die heeft ook zo'n hele serie gemaakt van dat soort dingen. Maar dan op een andere manier. Amoureuze liederkens. Oud-Nederlands zo te zien, met allemaal liedjes die amoureus zijn. Ik ga ze niet voorlezen, want dat kan ik toch niet. De mooiste liefdesgedichten. Nou, dat is wel mooi, het is vandaag de 14e februari. Het is Valentijns, dus ja, dan kan je wel iets lezen van P.C. Boutens. Of meneer de Genestet. Of meneer Joost van den Vondel. Kortom, boekje. Voor de literaire onder ons. Het leven begint met melk. Het gaat over de melkindustrie in de Haagse regio. En er zal er vast wel iets van de sierkan in staan. Want dat weet ik nog wel van vroeger. De sierkan. Die kwam altijd bij ons langs, de sierkan. In zo'n wagentje. En dan kwam die melkboer, kwam dan melk afgeven. Kijk, de sierkan. Hier heb ik hem. Zie je? De sierkan. Dus volgens mij laagmiddag wordt dit. Op de hoek. Ja, de sierkan. De zuivelindustrie in Den Haag. Dan nog meer panorama van Den Haag. Kijk, dit is het buitenhof. Met de oude Siniak. De Haagse toren. Willem de Zwijger, volgens mij is dat. Dit is de gevangenpoort. Dit is een oud bankgebouw. Hier zitten een paar dure juweliers, hier zit Steltman, daar maken ze allemaal koninklijke medailles. Dat is de enige in Nederland die dat mag doen. Kijk, ze zijn de rondgang, 360 graden over het binnenhof heen. Dat nou zie ik het. Dit is de Hof 5, zien jullie. Dit is het Shell gebouw dit. Dit is de olifant.
De toren ervan althans. Dit is een museum. Of is dat dit? Is dit dat museum of dat? Haags Museum, ik heb die twee. Daar ligt de vinger van Johan de Wit. En de tong van zijn broer, Cornelis. Die zijn dus, dus kijk, die zijn dus hier. Hier zijn die vermoord. Ze hebben hier gevangen gezeten, als dat een van die de Witte. En ze is hier opgepakt, is hierheen gesleept en hier hebben ze, zijn ze gelinst bij door de bevolking van Den Haag. En dan hebben ze, hier hebben ze hun tong, of dat wel een van die twee gebouwen, de tong en de vinger. Kijk, dit is de ridderzaal met twee ministeries. Die zijn er niet meer, die zijn afgebroken inmiddels. Daar staat heel iets anders nu voor. En hier staat ook een grote toren tegenwoordig achter. Het is helemaal veranderd. Zo leuk, 360 graden Den Haag. Wie wil daar in Den Haag en het archief van Jan Vreeswijk over dingen uiteraard van Den Haag. De bakkers, Andries Schuit, ik ken hem niet, maar misschien een aantal, van Bohemen kennen we wel. In Bohemen, die hebben nog steeds hele lekkere bosse bollen. Die heet bij ons gewoon Tom Poesu, maar een plaat van hier daar van Eerst Indië. Daar zit hij nog steeds overigens. Dat is wel leuk, hè? De bosse bollen. Nou, wat hebben we nog meer? Ja, voor de rest zien we zich al bekend. De trims. De Scheveningsklederdrachten. Max Koot, hoffotograaf. Pand staat er nog steeds. De fotograaf staat er nog steeds, maar Max Koot zal tenminste wel dood zijn. Nou, wat hebben we nog meer? Piet van den Burg. Of Johan van den Burg met gekke Pietje. Nou, ja, ik ken er wel een aantal van. Leuk. Nou, dan weet je ook dat ik uit Den Haag kom. Hè? De toast van de filosofie. Weer een boekje over filosofie. Daar staan meestal niet zoveel plaatjes in, alhoewel hier toch wel weer een paar kleintjes in staan. Altijd wel leuk om te lezen. En dan hier de Jood. Ja, en dan is het eraf vervallen. Dus dan moet ik even naar de binnenkant kijken. De Jood en de ander. Leesboekje. En dan een oud boekje. Alles wat u wilt weten. Wat u weten wil. Zo'n almanakje over handel en verkeer. Over muziek. Kijk. Alle vlaggen van de wereld die er toen bestonden. Want ja, er zijn een aantal landen verdwenen. Een aantal landen erbij gekomen. Hoe je moet rekenen en wiskunde. Kortom, zo'n boekje waar je alles uit kan leren. Zal ik eens kijken hoe lang oud het is. Het is uit 1961. Ja. Kijk, dit was vroeger de kaft. Maar die heeft het begeven. Maar ja, voor de liefhebber, je hebt het wel compleet, zeg maar. En dan, Grondwet van de Nederlandse Republiek. Dat zou toch eigenlijk iedereen gelezen moeten hebben. De Grondwet, kijk, artikel 45. De minister-president is voorzitter van de regering. De regering beraadslaagt en besluit over het algemeen regeringsbeleid en bevordert de eenheid van dat beleid. Dat is artikel 45. Kijk. Nee. Als je het maar even weet, hè. Als je het maar even weet. Nou. Hoeveel mensen zouden dit nou gelezen hebben? Ik denk niet zo heel veel in Nederland. En dan, dan hebben we hier een kleine cassette met een paar boekjes erin. Het gaat over Den Haag. 2000 monumenten. Het kasteel en zijn omgeving. Kortom. Vijf boekjes. Zo zien ze eruit. Even kijken zo. Eentje openslaan. Ik ga ze niet allemaal openslaan. Maar kijk. Oh, kijk. Ja. Dan zie je allemaal fotootjes van gebouwen. Met de beschrijving. En met adresjes. Dan kun je gewoon door de hele Den Haag heen fietsen en wandelen. Dan op zoek naar 2000 monumenten. En dan heb ik een heel groot boek. Kijk, ik hoop dat jullie het kunnen zien. Een heel groot boek. Chronologie van de wereldgeschiedenis. Kijk, dit is wel een interessant boek. Dit boek herken ik wel. Dat weet ik dat, dat mijn vader dat gekocht heeft. Kijk, dan zie je hier een tijdlijn. Verschillende tijdlijnen. En dan wat kaartjes. En dan kan je eigenlijk zien wat er tegelijkertijd gebeurde in de wereld. En dat is op zichzelf van die oude wereld niet zo interessant. Maar als je dan gaat naar, ja, wat is het, 15, 16, 1700. Dan zie je eens dat er heel veel dingen tegelijkertijd gebeurd zijn. Waar je eigenlijk niet bij stilstaat. Het is 1200, 1300.
Kijk, hier zitten we in, hier zie ik Roosevelt staan, dat is de Amerikaanse, de Verenigde Staten ontstaan hier. Maar dit is Engeland. Nee. En allemaal dingen die afgaan. Dan zie je dat Nieuw-Zeeland zich ontdekt wordt en Canada en Australië en Zuid-Afrika en Ierland. Die krijgen allemaal aparte tijdlijnen en dat is allemaal met elkaar weer verbonden. Het is een heel leuk boek. Zie je allemaal, ja, zoals ik zei, verbanden tussen verschillende landen, wat er allemaal tegelijkertijd gebeurd is. En dat is, ja, ik vond dat toen de tijd een leuk en interessant boek. Hier, dit gaat over Nederland hier, dit stukje. We zijn in Nederland en dan zie je hier, 1913 zal het wel zijn, denk ik. Of 1831 natuurlijk, 1831 hier. Zie je dat België zich afsplitst van Nederland en dan krijgt hij een eigen tijdlijntje, zie je? En hier zie je dan Zaïre. Want dat is afgesplitst weer van België. En hier zie je dan Indonesië zich afsplitsen in de jaren 50. En dan zijn we, en waarschijnlijk als we hier verder gaan. Oh, die staat er dan niet meer op. Dat is wel jammer. Dat is jammer. Dan zou je hier een Suriname ook wel moeten gaan vinden hier ergens. Maar is leuk, hè? Het gaat heel Spanje zie ik hier staan. En Turkije, India, Perzië. Kortom, de hele wereldgeschiedenis. Tegelijkertijd, Zweden, Scandinavië, Zweden is ook eigenlijk, en Denemarken is allemaal aan elkaar gelieerd. Leuk, leuk, leuk. Ik wist niet meer dat hij dat boek nog had. Goh. Nou. De Hans Kazan. Doos is leeg. Ik ga jullie bedanken voor de aandacht. Leuk boek, aan het eind. En deze vind ik ook leuk, dit cassettetje over Den Haag. Maar voor de rest zitten er nog wel meer leuke boeken bij, moet ik zeggen. Ook iets over filosofie heb ik nog zo snel gezien. Ja, en dan iets over die Bernhard. Dat ga ik proberen te slijten aan iemand. Ik ga jullie bedanken voor de aandacht weer. Met deze, hartelijk dank. En graag tot de volgende keer weer. En voor dadelijk, heerlijk slapen.